allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten als je meldingen wilt krijgen dat ik een video upload, want dan mis je natuurlijk niks meer van mij. Nou, lieve mensen, ik laat mij weer verrassen door mijn kaarten die het thema bepalen voor deze video. Ik heb hier mijn prachtige, mooie Ik Ben affirmatiekaarten. En deze kaarten ga ik ook gebruiken om het thema te bepalen. Deze kaarten kun je kopen bij mij op de website www.delilahteunis.nl. Ik heb er nog veel meer leuke, mooie producten. En het zijn 72 kaarten. Ik leg ze neer. Dan ga je met je rechterhand eroverheen. Nou, ik ben benieuwd. Wat wordt het thema voor vanavond? Hoe voel ik het? Ik ben vriendelijk. Nou, dat is een hele mooie kaart. Vriendelijkheid. Ja, vriendelijkheid. Ik denk wel dat vriendelijkheid een heel belangrijk thema is. Want we zitten natuurlijk al in een gigantische harde wereld. Hè, waarin mensen... veel met egoïsme te maken hebben, veel met afgunst te maken hebben, veel met, voor wat hoort watjes te maken hebben, veel met, alle ellende natuurlijk die mensen op hun hals kunnen halen te maken hebben. En vriendelijkheid, wat is nou echt vriendelijkheid? Ja, ik denk wel, omdat we in zo'n verharde wereld zitten, hè, dat je veel voor jezelf moet opkomen en zo. Dat je ook wel eens vergeet om echt vriendelijk te zijn. Ik bedoel, vriendelijkheid heeft ook natuurlijk met normen en waarden te maken. Hè? Etiketten te maken ook. Hè? Je bent een gast hier of je bent het niet. Of gastvrouw. Maar vriendelijkheid is ook om zachtaardig te zijn. Soms omdat je zo in een wereld bent waar je niet over jezelf heen wilt laten lopen, kan je dus wel eens hard zijn tegen mensen. En ook tegen mensen die eigenlijk heel fijngevoelig zijn. Dat je wel eens denkt van, oké, ik had het ook iets anders kunnen zeggen, of anders kunnen vertellen. He, want dan ben je zo knijterhard, omdat je denkt, maar ik let wel op tegen wie je het ook doet. He. Zijn er mensen die, soms kan je het ook met dat vriendelijkheid oplossen, niet altijd. Meestal kun je het met vriendelijkheid oplossen. Ja, wat ik zeg, als je dus uitdeelt, dan moet je ook leren incasseren. Dus als die ander ook uitdeelt, moet die ander het ook incasseren. Dus als je diegene het hart terugkrijgt, dan is het een spiegel. En dat is ook niet erg, dat is ook heel goed. Want daar leren ook andere mensen van om juist wat meer fijngevoeliger te worden. Of om ook vriendelijker te worden. En vriendelijkheid is ook, hè, dus dat je... een ego ook aan de kant zet. En vriendelijkheid is ook, dus wat ik zeg, etiketten. Het kan ook gewoon zijn, hè, als iemand binnenkomt en dat je iemand vriendelijk gedag zegt. Dat vind ik al iets met, heeft ook veel met normen en waarden, maar het heeft ook met vriendelijkheid te maken. Je zorgt er ook voor dat die ander zich welkom voelt. Dat vind ik ook best wel een belangrijk punt. Hè. Ook als je kinderen hebt, heb je ook soms bepaalde groepen waar je in terechtkomt. Of moeders of weet ik veel, vaders. En waar je dan mee afspreekt voor die kindjes of weet ik veel wat. En ja, omdat je elkaar niet zo goed kent, maar omdat je die kinderen dan kent, mist er soms wat empathie of wat vriendelijkheid bij de mensen. Of als jij in een winkel stapt, hè, en iemand zegt, goedemiddag, goeiedag. Dat is, vriendelijkheid is dat. Je voelt je welkom. En ik denk dat vriendelijkheid des wel dicht bij je ook welkom ligt. Hè, dat je je welkom voelt, maar ook... dat je op een vriendelijke manier conflicten probeert op te lossen. En dat je ook een soort van inlevingsvermogen hebt. Hoe een ander zich voelt. Waardoor je dus vriendelijk kan zijn. Ja? Ik denk dat dat echt een dingetje is de laatste tijd bij mensen. Dat is vriendelijkheid. Dat is ook natuurlijk voor de jeugd tegenwoordig. Die best wel de vriendelijkheid een beetje kwijt is. Ik denk ook omdat heel veel ouders natuurlijk... hun verantwoordelijkheid hebben weggegeven aan school. En die moet tegenwoordig maar de verantwoording dragen over hun kinderen. Van hoe ze opgevoed worden. Of hoe ze hun vriendelijkheid ontwikkeld hebben. Het is natuurlijk best wel... Op school moet je best wel voor jezelf opkomen. En boksen tegen de buitenwereld. Dat als jij ergens mee aan het spelen bent, dat de ander dat niet gelijk afpakt. Dat je gewoon ook voor jezelf leert incasseren natuurlijk. Maar...
ja, die vriendelijkheid, hè, om vriendelijk te vragen, goh, zou ik dit of dat mogen hebben? Of zou ik daar en daarmee mogen spelen? En als iemand zegt van, nou, nu nog even niet, maar dat zou je wel, straks als ik klaar ben, misschien met een half uurtje, of met een half uurtje, mag jij er lekker mee spelen, weet je wel? Dat is vriendelijkheid van, en niet, nee, nee, nee. Of dat snauwen, weet je? Een hekel en snauwen. Of, nee, wil je niet, wil je? Dat vind ik altijd wel fijn van Nederland dan. Hè? De etiketten qua gastvrijheid of vriendelijkheid in een winkel of in een supermarkt. Dat hebben ze in Spanje dus bijvoorbeeld helemaal niet. Ik heb wel eens in Spanje wel gewoon meegemaakt dat gewoon twee cashières met elkaar in het Spaans zitten te ahoeren. En dat ik daar gewoon de hele, nou zeker 15 minuten heb staan wachten totdat diegene mij ging helpen. Nee, ze moesten eerst uitgepraat zijn en dan pas ging diegene helpen. Nou, het is dat ik dat product op dat moment nodig had. Anders dacht ik van toedeledokie, weet je. Maar dat is van Spanje, weet je wel. En niet dat ze niet vriendelijk zijn, hoor. Maar dat heb je gewoon, dat heeft ook met gastvrijheid te maken, met vriendelijkheid te maken. Van, of zeg van, goh, zou het hij met een kwartiertje terug willen komen, bijvoorbeeld. Hè? Of zou het hij, of van, goh, ik ga u even helpen en dan praat ik daarna weer even verder. Of hier in Nederland heb je vaak nog wel in de supermarkt van, goedemiddag, goedendag. Of, tot ziens, fijne dag gewenst. Weet je, dat heeft wel met vriendelijkheid te maken. Of als je als nieuweling in een groep terechtkomt, dat iemand zegt, oh hoi, wat leuk dat je hier bent, wie ben je? Hè, dat je dus vriendelijk ontvangen wordt. Dat mensen dus zich welkom voelen in die groep waar je bent. En ook als jij zelf die groep instapt, dat je dus ook vriendelijk gedag zegt. Of vriendelijk jezelf voorstelt, of hallo zegt, je fijn voelt in die nieuwe groep. En dat vind ik wel een dingetje, dat mag wel wat meer, veel meer aandacht aan geschonken worden aan vriendelijkheid. Dus ook, dat zei ik in mijn vorige video ook, als iemand vriendelijk naar je lacht, dat je vriendelijk teruglacht. En dat je niet gewoon zo stijf diegene in de ogen kijkt van, wat wil diegene van me? Weet je wel, zo van, ja, ik weet het niet hoor, maar waarom lach jij? Moet je wat van me of zo? Weet je, die vriendelijkheid. Of soms heb je ook wel vrouwen die dan denken van, kijk je zeker naar mijn man of zo? Wil je mijn man of zo? Weet ik veel. Je hebt ook mannen die zo kijken. Ja, ik weet het niet hoor, maar het is mijn vrouw. Waarom kijk je? Weet je? Maar je kan ook gewoon vriendelijk teruglachen. Want dat is het probleem, weet je? Of als mensen een cadeautje geven, hè, dat je dan gewoon vriendelijk dankjewel zegt. Of, en niet gewoon, oh, heb ik het gekregen? Oh, oké. Okay. Ja, weet je, het is nou de kleine moeite om daar gewoon even dankjewel over te zeggen. Of blij mee te zijn dat iemand gewoon een geschenk geeft, gewoon uit zichzelf. Ja, vriendelijkheid vind ik wel een heel belangrijk punt. Ook dat je vriendelijk bent, een vriendelijk, zachtaardig ook conflicten probeert op te lossen. Of als er een probleem is, je toch rustig gaat proberen te luisteren naar die ander. Van nou, oké, waar is het conflict dan? Waarom is diegene dan boos op mij? Of waarom heeft diegene dit of dat gedaan? Dat je het ook rustig aan moet. Kijk, als het een beeldvreemde is, ja, dan kan je er ook nog wel eens naar luisteren, maar dat is beeldvreemde in een en andere uit soms. Maar als het nou iemand in jouw familie is of je partner is, weet je, luister naar elkaar. Waarom moet er altijd een ego zijn die dan de macht wil hebben en die wil dat gelijk? Kijk, als jij geen gelijk hebt, dan is het ook de vriendelijkheid om toe te geven dat jij niet gelijk had. En dat hoeft altijd niet met baas boven baas en iedereen moet gelijk hebben. Maar je kan ook wel eens naar jezelf kijken. Dus zelfreflectie hebben. Van, ja, weet je, dat is ook vriendelijkheid. Ik heb het niet zo bedoeld. Of ik had het anders moeten doen. Of, nou, ik zie het wel in eigenlijk wat je nu zegt. En ik zal erop letten voor de volgende keer. Weet je, dan los je dit soort problemen en conflicten zoveel sneller op. Als dat je denkt van, nou, en die verwijten. Ja, maar jij deed dit. Ja, maar jij deed dat. Ja, maar jij hebt dat en dat gedaan. Ja. Zo los je natuurlijk never nooit een probleem op. Of weet je, gewoon die vriendelijkheid in de mens. Gewoon denk, ja, ik ben rustig, kalm. Ik luister naar het probleem eventjes of naar een conflict. En ik wil gewoon vriendelijk terug zijn. Omdat ik een vriendelijk mens ben. Ja, ik ben vriendelijk. Ik heb geen haat. Ik heb geen wrok of woede in mij om iemand te willen vernietigen. Ik ben een vriendelijk mens. Zeg dat ook. Ik ben een vriendelijk mens. Ik ben vriendelijk. En ik vind het fijn om vriendelijk te zijn, want ik ben een vriend. Dat is het woord, vriend. Vriendelijk. Ik zeg dat luk met geluk. Ik ben een vriendengeluk. Ik ben gelukkig in de vriendschap. En vriendelijk naar je vrienden toe, vriendelijk zijn. Het is best wel heel fijn om vriendelijk te zijn. Hoe fijn is het als mensen ook vriendelijk terug zijn naar je? Dus ik vind het een hele mooie kaart.
om een vriendelijkheid te ontwikkelen. En dat we vriendelijker zijn en ook meer etiketten en netter zijn. Ja, dat we ook weer netjes aan tafel schuiven en dat we ook weer netjes eten, vriendelijk naar de ander zijn. In plaats van hard of de hele dag op dat internet. En dan ik bedoel, ik vertrap me er zelf ook wel eens op hoor. Ik zit ook best wel veel op mijn telefoon of op mijn laptop. Natuurlijk om veel moet werken. En als iemand dan wel eens een vraag stelt. Ik ben net helemaal druk in een brief. Of, hè, om te schrijven of iets dergelijks. Of mijn werk aan het afmaken of aan het monteren of zo. En iemand zit dan tegen me te praten of vraagt me eens. Kan ik ook soms wel eens zeggen van. Nou, hè, ik ben eventjes bezig hoor. Maar ik kan het ook vriendelijk zeggen van. Goh, hè, of ik stop heel eventjes met wat ik aan het doen. Maar even luisteren. Of als het maar zo lang duurt. Dus ik zeg van nou, vind het erg als ik over een half uurtje eventjes naar je kom luisteren. Maak ik dit eerst even af. Dat klinkt al veel leuker van dan. Nou, zit je me nou alweer te storen? Of hey, ik ben even met mijn werk bezig. Blablabla. Het is vaak zo'n snelle reactie die je dan doet. En dat is helemaal niet vriendelijk. Een ander die kruipt ook gelijk in zijn schulp. Of die denkt nou. Had je nou zo moeten reageren? Moet je nou weer... En weer een discussie terwijl je je werk af wil maken. Maar je kan het ook gewoon vriendelijk zeggen. De ander hoort het natuurlijk ook te respecteren dan op dat moment. Tenzij het heel dringend is. Dan stop je gewoon eventjes met wat je aan het doen bent. Want waarom die haast ook altijd met van alles? Van 2 seconden kan het wel even door. Maar weet je, dus dat is even een overweging waar je jezelf in moet maken. En blijf vriendelijk. Ik moet zeggen dat tegen mezelf hoor. Ik denk dat die vriendelijkheid nog meer ontwikkelen. Want ik voel me daar een beter mens van. En ik wil een beter mens zijn. Dus daar wil ik me ook graag op focussen. Dus voor iedereen gun ik jullie allemaal een beter mens zijn. En dan wil ik jullie weer hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn video's. En nou, like en deel mij als jullie willen heel graag. Want dan maken jullie mij ook heel erg blij mee. Ik hou van jullie. Ben je nog geen abonnee, druk dan hier beneden op de knop om al te abonneren. En tot de volgende keer. En veel vriendelijkheid. Doei!